Studeer GPW, Goedjes Pastoraal Werk in Ede. En ja, ik ben eigenlijk heel veel bezig met kerkelijk jeugdwerk, interkerkelijk jeugdwerk. Dus heb ik bij Youth for Christ een jaar gewerkt, stage gelopen. En bij Youth United in Harderwijk ook diverse activiteiten meegedraaid. Er is een project dat heet The Link, dat is een interkerkelijk jeugdplatform. Waar verschillende kerken, diverse kerken, bij betrokken zijn die dat organiseren samen en waar tijd is voor een stuk seminar, onderwijs, gewoon tijd voor gezelligheid als spelen op de Wii, Mario spelletjes en dat soort dingen. Daar ben ik een beetje betrokken geweest bij het opstarten daarvan. En de afgelopen tijd ook veel met de Youth Alpha heb ik eigenlijk al een hele poos, een aantal jaren ben ik daar bij betrokken en afgelopen jaar heb ik dat ook gecoördineerd. Met jeugdleiders uit diverse kerken en dat is wel iets wat steeds terugkomt bij Youth United natuurlijk. Dat het interkerkelijk is en dat kerken samen met alle talenten die ze hebben, die aanwezig zijn en de diversiteit, dat ze samen denk ik laten zien wie Jezus is, wie God is. En dat is wel wat ik ook belangrijk vind in het werk, dat ik het samen kan zijn. Mijn hart heeft sowieso jongeren, ik heb echt een hart voor jongeren. Jongeren eigenlijk mooie mensen gewoon. Gewoon heel lekker open, lekker duidelijk. Het is leuk om mee te werken. En mijn verlangen is dat jongeren echt God leren kennen. Jongeren die God niet leren kennen, dat ze God leren kennen. Dat ze een relatie met God ontwikkelen en dat ze daardoor zeg maar tot bloei komen. Ja, het is een belangrijke periode in hun leven dat ze ook tot bloei komen in het licht van God. Ja, het Levi-fonds, dat is eigenlijk een investering in mensen, omdat we dat in het leven geroepen hebben om dat met name nieuwe mensen te helpen om te beginnen. Dat is vaak lastig, een vriendenkring opbouwen en we willen graag daar mensen voor helpen. Dus een cadeau zeg maar, aan Echo in het Levi-fonds is een investering in mensen die mee kunnen helpen om te bouwen aan Gods Koninkrijk. Dat is Pieter Jan. Is zo iemand die heeft een part-time baan, probeert ook mee te helpen in verschillende aspecten van het werk. Maar goed, dat valt niet altijd mee. En het Levi-fonds, dat helpt daarin. Het kan dus, maar het kan ook gericht zijn voor mensen, medewerkers die u wil steunen. Dan kunt u ook heel gericht daar een gift voor geven, voor die bepaalde medewerker. We're here to let you know, no matter where you go, the language of love is spoken all around the world. Open up your eyes, let God change your mind, as everybody unites all around the world. Watch out for the morocco's cause it might give you a meal. Put a smile on your face, get your word and read.
tomorrow's never guaranteed. You could be gone today. You could be gone today. Vind je het leuk aan? Maar gewoon populair. Een even leuk weekend. Ja. Yo, yo, yo. We zijn nu zo'n 2,5 jaar bezig met deze prachtige bus. En elke week staan we bij verschillende scholen. Het is erg leuk om te doen. Veel van die jongeren zien we dus ook elke week. En we merken echt dat we een band opbouwen met die jongeren. En dat we echt iets voor ze kunnen betekenen. Dat ze komen met de dingen waar ze mee zitten. En dat we ze daarin gewoon iets van Gods liefde kunnen laten zien op een hele praktische manier. En daar met ze over kunnen praten. Geweldig werk om te doen. En we zijn dus nu 2,5 jaar bezig. Nou, ik vind het heel bijzonder om te zien hoe de bus er nog steeds uitziet, ook van binnen. We hebben eigenlijk heel weinig problemen met vandalisme of dat soort dingen. Maar goed, er zijn toch wel dingetjes die onderhouden moeten worden. We zouden graag nog een goede verwarming in de bus willen hebben. Dat kost natuurlijk een hoop geld. Nou, de diesel, het onderhoud, het kost allemaal geld. En daarom willen we u vragen, wilt u daar uw steentje bijdragen? Met het project Keep the Bus Going. Dank u wel. Ja, het cadeau voor evangelisatie is eigenlijk omdat evangelisatieprojecten zoals bijvoorbeeld de Ark van Noach of Spetternieuws, daar moet van tevoren heel veel geïnvesteerd worden. Later komt dat voor een belangrijk deel meestal wel weer goed, daar vertrouwen we ook op. Maar goed, we moeten dan toch als uit het werk een flink bedrag nemen om dat project mogelijk te maken van tevoren. En dan is het heel fijn als je zeg maar een fonds hebt of een pot hebt waar je zeg maar uit kunt investeren voor dat soort nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld de Ark van Noach of Spetternieuws. Dus het is voor evangelisatieprojecten in de regio.